Maarten van Bussel, je bent van de Breda University of Applied Sciences. Je bent hier met een groep van 100 studenten. Wat brengt jullie hier? Nou, het zijn vierdejaars studenten International Media and Entertainment Management. En wij komen hier via mijn connectie met Ruud van Gessel, een van de organisatoren. Dat is een oud collega van me. Iemand zei vandaag al, zoals hij van bijna iedereen een oud collega is. Hij is bij ons ook externe gecommitteerde bij eindexamens. En hij wist van dit evenement dat hij voor het tweede jaar organiseert. En zei, dat is echt iets voor jullie studenten. En het feit dat het inderdaad qua interessegebied aansluit op de opleiding, maar ook nog eens een keer helemaal in het Engels is. We zijn een Engelstalige opleiding met veel internationale studenten. Maakt het voor ons een hele interessante field trip, zeg maar. Ja, want het gaat hier over mobiele journalistiek. Jullie leiden niet per se journalisten op. Wat heb je je studenten meegegeven? Met welke blik heb je tegen ze gezegd, ga hier nou eens rondkijken? Nou, ik heb het heel open ingestoken. Want ik wist wel dat het niet alles wat hier verteld wordt is direct van toepassing op onze opleiding. En misschien al helemaal niet op het project onder welke vlag we dit nu even geprogrammeerd hebben. Want zo werkt het onderwijs dan ook. Je moet dat aan een vak hangen. Daar zijn ze bezig met branded entertainment. En dat is echt iets anders dan wat we hier doen. Aan de andere kant moeten ze in dat soort vakken ook vaak met nieuwe technologieën oplossingen bedenken. Daar heb ik vandaag hier al heel veel van voorbij horen komen. Waarvan ik hoop dat ze dingen daarvan oppikken. Wat er allemaal kan. En je zou denken dat jonge mensen, onze studenten zijn allemaal tussen de 20 en de 25. Dat die dat allemaal al weten. Dat die voor de troepen uitlopen en ontzettend innovatief zijn. En dat valt meestal wel mee. Ze zijn relatief behoudend en conservatief, valt ons altijd op. En dat is niet als verwijt bedoeld, mochten ze dit terugkijken. Maar dan zijn dit soort evenementen een inspiratie. Tenminste, dat hopen wij. Ja. Wat heb je zelf zien langskomen waarvan je dacht, dit is leuk en ik hoop dat ze dit ook meenemen? Nou, ik geef les in het content gedeelte. Dat maakt ook dat ik niet zo heel veel weet van technologieën. En net heeft een van de sprekers iets laten zien wat je met Facebook kunt en een soort live animatie creëren. Dat kende ik zelf niet. Ik weet niet of onze studenten het kenden. En daar zie ik meteen wel mogelijkheden om daar iets op een andere manier. Hij gebruikt het nu als journalistiek en als fun. Maar daar kun je ook op commercieel gebied en op entertainment gebied heel veel mee. En ik verwacht dat een aantal van onze studentengroepen dat ook wel opgepikt hebben hier. Ja. In jouw vak, hè, vandaag is het natuurlijk een voorbeeld van de democratisering van de media. Afgelopen 10 jaar zijn de middelen goedkoop geworden. Je kunt nu voor een paar euro zeg maar, software kopen waar je bij wijze van spreken vroeger tienduizenden voor nodig had. Dus iedereen kan media maken. Jullie leren je mensen daarmee mee om te gaan. Wat heeft dat veranderd voor jullie studenten? Wat moeten ze nu anders kunnen of doen in de praktijk als ze bij jullie vertrekken dan een aantal jaar geleden? Vind ik best een lastige vraag. Maar het eerste wat in me opkomt is, ik denk dat ze nog beter moeten zijn dan al hun voorgangers en al die jaren daarvoor. En dat bedoel ik niet van vorig jaar, maar van 20 jaar geleden. Als je toen een opleiding had gedaan zoals de onze, en die ik ook heb gedaan en die jij misschien ook wel hebt gedaan, als je dan een filmpje kon maken, dan was je de man. En nu kan iedereen een filmpje maken. En zijn er niet zo heel veel mensen die dat heel goed kunnen. En onze studenten moeten laten zien dat ze dat op een beter niveau of op een hoger niveau kunnen dan al die andere mensen die eigenlijk ook gewoon met gelijkwaardige apparatuur rondlopen. En ik denk dat daar het onderscheid zou moeten liggen. Veranderingen gaan sneller dan ooit, ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Hoe krijgt dat aandacht in jullie opleiding? Want vroeger was je klaar na je opleiding, zeg maar. En moest je misschien een klein beetje bijscholen. Maar zeker ook het vak waar jullie, of in de hoek waar jullie in zitten, het digitale domein, dat zal nooit meer af zijn. Hoe nemen jullie dat? Hoe proberen jullie ze daarvoor klaar te stomen? Tot nu toe gaat dat redelijk organisch. We zijn de laatste 10 jaar gegroeid. Als kleine opleiding begonnen. Nu zijn we een relatief grote opleiding voor onze bescheiden hogeschool. Maar dat betekent dus dat we heel veel mensen hebben aangenomen. En dat zijn allemaal mensen uit het werkveld. En vrij veel internationale docenten ook. En het voordeel van internationale docenten is dat ze, net als wij overigens, uit het werkveld komen. Maar ze gaan ook relatief snel.
He, dus er komt iemand uit de game industry, die werkt hier 3 jaar in Nederland en die gaat dan of weer terug naar de game industry of hij gaat in een ander land. Dat zijn natuurlijk toch een beetje de mensen die het leuk vinden om in verschillende landen internationaal te werken. Wat ons de gelegenheid geeft om weer nieuwe mensen vers uit het werkveld te trekken, zeg maar. Dus je ziet aan het curriculum ook, het lessenpakket, dat verandert bijna jaarlijks. Sowieso op vakniveau ieder jaar, maar ook op groter niveau. Studenten leren nu hoe ze een app moeten maken. Ja, dat was er 10 jaar geleden natuurlijk niet. Toen was alles video gericht en nu is video maar een heel klein dingetje erin. Ja, interessant, want wat je natuurlijk inderdaad wel eens hoort, en bijvoorbeeld ook van jongeren die zelf al heel erg vroeg geïnteresseerd zijn geraakt in programmeren, nou is dat niet waar jullie toe opleiden, maar die zeggen ook van ja, op school leer ik de taal van 10 jaar geleden, bij wijze van spreken. Maar bij jullie zit, dankzij het feit dat je zo internationaal bent, zit er eigenlijk meer doorstroming in dan je anders gehad zou hebben. Ja, absoluut, ja. Ik denk dat we echt wel, zeker in de pas lopen met de ontwikkelingen. Ik vind het ook altijd prettig op dit soort evenementen om te zien dat ook wat we inhoudelijk vertellen. Straks ben ik bij een lezing geweest. Dat ging over verhalen vertellen, over storytelling, over content. Dat is een beetje mijn winkel ook. En dan ben ik heel blij dat die man precies hetzelfde vertelt als wat wij ook vertellen. Dat je toch ook een soort bevestiging krijgt van we doen nog mee. We vertellen nog het juiste verhaal. En dat geldt ook voor nieuwe technologieën. Wat voor impact heeft de mobiele telefoon, dat draagbare dingetje wat je altijd bij je kunt hebben, waar je altijd mee contact met de buitenwereld kan hebben. Welke impact heeft dat op verhalen vertellen? Ik denk eigenlijk niet eens zoveel. Nee. Verhalen blijven ongeveer. Verhalen blijven, volgens mij zijn verhalen, sommige zijn al duizenden jaren oud en blijven nog steeds een boeiend verhaal. Dus de kwaliteit van een verhaal zit niet in het middel waarmee je het over het voetlicht brengt. Je kunt natuurlijk wel meer, hoewel je met een mobiele telefoon misschien niet speciaal meer kunt dan met een traditionele camera. Alleen het is makkelijker en makkelijker ergens naar binnen te brengen. Dus voor journalistieke doeleinden zie ik daar de voordelen wel van in. Maar op storytelling niveau nog niet meteen. En dat concept is ook al best wel oud. Dus een verhaal, ja. Hoe een verhaal wordt opgebouwd. Ze hebben best wel even mee geoefend. Ja, precies. Wat hoop jij dat als je volgende week je studenten weer ziet. Wat hoop jij dat ze je vertellen? Ik hoop dat ik in ieder geval terugzie dat ze het lef van een aantal mensen die we hier vandaag gehoord hebben. Ook het lef van mensen die in landen met veel minder middelen mooie dingen maken. Dat ze daar iets van oppikken. Het is natuurlijk heel makkelijk. Wij zijn allemaal heel verwend om alles te veel werk te vinden. En moeilijk. Sommige mensen maken in veel moeilijke omstandigheden veel mooiere dingen. Dus ik hoop dat ze daar iets van meenemen. En toch weer dat ze niet bang zijn voor nieuwe technologieën. Zelfs al snap je niet hoe het werkt, op het moment dat je weet dat het kan en dat het werkt, moet je er eigenlijk ook iets voor kunnen bedenken. Er zijn mensen die dat kunnen maken, zeg maar. Ik zie toch vaak dat onze studenten, die kunnen dan een film maken, zeg maar. Dus die maken dan een film omdat ze zich daar veilig in voelen en iets met een virtual reality of met hologrammen. Dat is natuurlijk al een stuk spannender, want dat kunnen ze niet allemaal even goed. Maar dat vind ik dat het geen belemmering zou moeten zijn. Want uiteindelijk hoeven ze het ook allemaal niet zelf te gaan maken, als ze maar zorgen dat het er komt. Het idee, ik heb van de week nog uitgelegd. Het is een beetje een misverstand binnen onze opleiding, en dat hebben we zelf gecreëerd, dat productie betekent dat je het moet maken. In de eerste jaren betekent productie, ga maar een filmpje maken. Dan bedoelen we, pak een camera en maak een filmpje. En dit zijn vierdejaarsstudenten. Daarvan zeggen we, nou, productie is niet maken, maar mogelijk maken. Dus jij bedenkt iets met je team en dan moet het er komen. En of je soms zeggen, ga het alsjeblieft niet zelf filmen. Er zijn echt mensen die dat beter kunnen. Snap je? En John de Mol, die loopt nooit met een camera rond. He, toch maakt die dingen. Dus het is ook ergens een geruststelling. Je hoeft het niet zelf te doen. Bel gewoon een bedrijf die het kan maken en vraag wat het kost en hoe lang het duurt. En dan weet je of je plan kan werken of niet. Ja. Oké, super. Hey. Bedankt en veel succes. En het is een
betrokken groep studenten. Zeer geïnteresseerd, dus daar komt vast veel, veel moois uit. Jullie bedankt voor het kijken. We hebben zo direct nog een, op zijn minst nog één slotinterview, maar wellicht komt er nog iemand anders langs. En alle interviews komen on demand, zodat je als je wat gemist hebt, ze op je gemak nog kunt bekijken. Tot zo.